Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Morgen, Sonny. Hey. Ik zit nu weer terug bij de groep en daar ben ik ontzettend blij mee. Ik kan nog niet alles meedoen, maar het is een begin. Nou ja, ik raakte geblesseerd ergens in de 75e minuut tegen PSV. Mijn binnenband van mijn knie, die verdraaide ik in een contactmoment. Dus was heel zuur natuurlijk voor mij. Daarna 6 weken met een brace gelopen. Dan kun je ook niet door de 90 graden met je knie. Gekozen om extern te revalideren, omdat daar toch iets meer tijd en aandacht is. In Zeist heb ik gezeten en daar heb ik 3 maanden een traject gedraaid tot aan de kerst. En nu ben ik weer hier. En je hebt nu de hele training meegedaan. Je zegt wel, je was net de vrije man, dus dat betekent fysiek contact. Is dat nog een beetje lastig? Dat staat nog niet op het schema voor deze week. We moeten langzaam opbouwen. Ik denk ook als je kijkt naar voorgaande jaren, dat je misschien soms te snel terug bent gekomen en daarna weer een spierblessure oploopt. Dat is absoluut niet wat we dit jaar willen. Dus we hebben een schema gemaakt. Pin me niet vast op een wedstrijd, want het is natuurlijk ook kijken hoe de knie het houdt en het vertrouwen in die knie moet terugkomen. En daarnaast moet je conditioneel natuurlijk gewoon weer op niveau komen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het ook wel mentaal moeilijk is om je weer naar zo'n blessure dan weer terug te knokken. En dat je denkt van misschien moet dat je 100% durft te gaan. Is dat wat ik bedoel? Het is weer even het vertrouwen terugkrijgen in je eigen lichaam. Die momenten die ga je sowieso krijgen in je knie. Alleen daarna dat moet vrij snel weer weg hebben. En dan geeft het ook weer vertrouwen dat je er doorheen kan gaan. Je hebt veel wedstrijden achter elkaar verloren. Hoe is het dan voor jou om dat te zien vanaf een afstandje? Ik denk net als ieder ander heel frustrerend. Kijk, dat je geen goed spel levert, maar eventueel wel punten zou pakken. Dat zou je dan nog mee kunnen nemen. Dat is helaas niet het geval geweest. Een matige serie neergezet voor de winterstop. Ja, het is aan ons om dat om te draaien. Maar nogmaals, je probeert invloed uit te oefenen. Nou, dan gaat het meeste natuurlijk als je zelf op het veld staat. Je probeert ook contact te houden met de jongens. Want je zit toch een beetje uit de bubbel van het piekmoment hier in de week de wedstrijd. Ons nogmaals om het om te draaien. En daar heb ik alle vertrouwen in. En zegt je probeert invloed uit te oefenen. Hoe doe jij dat dan? Beetje contact houden met de groep natuurlijk. Ik ben er niet iedere dag, maar ik probeer nog wel een dag in de week in Tilburg te zijn. Links en rechts een praatje te maken. Aan de ontbijttafel te zitten. Met verschillende gasten, hoe ze erin staan, hoe ze er tegenaan kijken, wat ze nodig hebben. En proberen daarin je steentje bij te dragen. En toch ook elkaar de waarheid wel kunnen vertellen binnen bepaalde kaders. Maar ook een veilige ruimte scheppen om fouten te kunnen en te durven maken. En zodoende proberen de prestaties om op te krikken. De laatste, Elton, je moet ook snel zijn. De laatste moet ook. De laatste moet ook. Kijk, je gaat je eerste lekker nice jog, squat, easy jog around the cones, make it easy slalom with wide. Nou ja, je hebt al veel trainingskampen meegemaakt. We zitten in Oosterwijk, dat is anders dan Marbella. Nou, klopt, ja. Alleen we zitten weer in de Roosep. Ik denk, als je mij daar met mijn ogen dicht in de lobby neerzet, dan kan ik zo naar elke kamer lopen. Dus wat dat betreft, voor mij niet veel nieuws. Wel iets kouder dan in Marbella, volgens mij. Ik heb het weerbericht daar niet gecheckt, maar het was vandaag een goed snijdend windje. Maar we kunnen hier goed werken en corona hebben we nou eenmaal mee te dealen. Volgens mij hebben andere clubs daar ook last van. Dus het is wat het is.